1918 lockdown-overtreders zijn vanaf augustus tot en met het afgelopen weekend door de politie aangehouden. De politie heeft het heel weekend door controle uitgevoerd op de naleving van de total lockdown. Deze gold van vrijdag om 8 uur 's avonds tot vanochtend 5 uur. Het grootste deel van de overtreders, zo'n 1635, is in Paramaribo geregistreerd. In het westen van ons land zijn er 191 lockdown-overtreders opgebracht, terwijl dit aantal in het oosten op 38 staat. Inspecteur Rachel Deegman, die deze statistieken met onze nieuwsdienst deelde, laat ook weten dat van Wanica tot Brokopondo 64 personen opgebracht zijn door de politie. De regering heeft voorlopig een totale lockdown voor 2 weken vastgesteld om de verdere verspreiding van het zeer besmettelijke COVID-19-virus te beperken. Onze reportageteam heeft afgelopen vrijdagavond met enkele lockdown-overtreders gesproken. Zij geven aan wat zij over straat deden. Ik ben net van werk, want ik moest dan een beetje laat werken. Hè? Daar ben ik niet pas van werk gekomen. Want ik ben er gewoon over hier bij het situatie, maar ik had dit sinds volledig gehad. Hè? Maar dat een rekening dat een lockdown ik wil uitjuren. Ja, maar ik ben zo dus mama. Daar heb ik nou een beetje over hier, hoe ik met elkaar over hier dat te paar ook even. Nee, een rekening, want dat... Ik wil toen een rekening aan staan dat ik toch? Ja, de andere keer dat ga ik het niet meer doen. Mag ik even volgen? Ik werk bij Fernandes en ik ben al heel laat, boy. Ja? Heeft u een toestemmingsbewijs? Ja, mijn toestemmingsbewijs is hier, boy. Ach, man. En ze hebben u toch staande gehouden? Ja, toch. Dus ik kwam net aan en ik kan toevallig niet doorrijden. Mm-hmm. Alles van me is hier, man. Ja, zien. Kijk, maar, kijk het hier, kijk het net hier. Maar is er vallen toch? U moet een nieuwe krijgen in feite vandaag. Waarom? Daarom houden ze u staan. Is vervallen? Personen die tot de essentiële diensten behoren, moeten een dispensatiebrief aanvragen bij het Nationaal COVID-19 Management Team. Tijdens gesprekken met de overtreders bleek ook dat niet iedereen begrijpt dat zij in het bezit moeten zijn van een dispensatiebrief als zij zich voor de dienst over straat moeten begeven. Ik heb mijn verklaring al geweest, maar ik moet nu naar het werk gaan. En ik heb die nummer van inspectie. Toch? En ik waar werkt u? En een schoolwachter ben ik. Oh. Ik moet nu naar het werk zijn. En ik heb die nummer ook. Ik geef aan die inspecteur en hij wil het niet horen. Net. Maar heeft u een bewijs dat u op straat ja, mag ja, zijn? Ja, ik heb een bewijs. Ik heb een bewijs. Die verklaar ik daar. In die tas. Ja. Is het geldig? En die schoolhoofd ook wil praten met dat en hij wil het niet. Ja, kijk. Ja, maar... Kijk, die hoofdschool of die Changur van de Syrische school. Wel met hem praten, met de politie, kijk. Direct. Maar heeft... Ja. En tot wanneer is uw toestemmingsbrief geldig? Wat dat hij van haar heeft om te werken? Ik ben vaste dienst. U heeft dus geen toestemmingsbrief? Ja, ik heb toestemmingsbrief, want ik moet naar het werk gaan, want die verklaring is voor ik ben in vaste dienst gesteld, toch? Ik moet elke dag op het werk. Enkele lockdown-overtreders die het afgelopen weekend door de politie zijn aangehouden en overgebracht naar de politieacademie.